Goedemiddag, dames en heren. In het normale leven ben ik psychiater. En op een dag kwam er een patiënt bij mij op de spreekkamer, in de spreekkamer. Een jonge man van 21, met een angstige blik, student. En hij zei tegen mij, ik ben geobsedeerd met het zijn. En ik vroeg hem, met het zijn? Ja, zei hij. Elke keer als ik iets hoor over het zijn, als ik op de radio of op de televisie het zijn hoor, of als ik iets lees in een magazine of een krant, dan ben ik uren aan het denken wat dat zijn precies betekent. Wat is dat eigenlijk, dat zijn? En ik kan er niet meer mee ophouden. Ik blijf gewoon doorgaan met denken over wat het zijn is. Ik kan niet meer lezen, ik kan niet meer spreken, ik kan niet meer luisteren naar mensen. Ik vraag mij voortdurend af wat het zijn is. En ik heb linguisten geraadpleegd, ik heb alle woordenboeken gelezen, ik heb alle grammatica's gelezen. Maar al dat vragen, dat zoeken van de afgelopen jaren heeft mij niets opgeleverd. Ik weet nog altijd niet wat de betekenis is van het zijn. En ik heb me behandeld met gedragstherapie en medicijnen. Maar ik was wel verbijsterd. Om twee redenen. De eerste reden was dat ik had die vraag al eens gehoord. De vraag naar het zijn, naar de betekenis van het zijn. 30 jaar geleden, toen ik student filosofie was aan de collegebank in Leuven. Dat was waarom ik verbijsterd. En de tweede was ik ook verbijsterd, omdat diezelfde vraag toen was gesteld door iemand die werd beschouwd als de grootste filosoof van de 20e eeuw. En ik dacht, hoe is dat mogelijk? Hoe is dat mogelijk dat met diezelfde vraag de ene beroemd wordt als filosoof en de andere behandeld wordt als patiënt? Filosofie ligt heel dicht bij de waanzin. Wat is het verschil? Is het door de genialiteit van de filosoof of is het door de ontvankelijkheid van de tijd? En 30 jaar geleden, toen ik op die schoolbanken dus zat in Leuven en over Heidegger hoorde, vond ik het geweldig, want ik begreep er niets van. En ik herinner me nog heel goed die avond, het was een donderdagavond in november, het was donker, en ik stapte naar mijn studentenkamer. In het schemerlicht, moet je voorstellen, zo'n kleine studentenstad in Leuven. En die kasseikopjes, zoals wij zeggen, die blonken wat van het licht. En ik spoedde mij naar mijn studentenkamer. En ik ging binnen in mijn kamer en ik deed het licht niet aan. Het bleef donker en ik ging op mijn stoel zitten en ik rookte een sigaret. Als je wilt denken, moet je sigaretten roken. Dat hoort bij filosofie. En ik zat daar in het donker die sigaret te roken en ik wilde mij heel klein maken. Heel klein, omdat plotseling mijn wereld heel groot was geworden, te groot was geworden, door die vraag van Martin Heidegger. Wat is het zijn? En ik kon die nacht niet slapen. En de volgende dag, toen was ik vastbesloten, ik ging naar de boekhandel en ik kocht Sein und Zeit, het standaardwerk van Martin Heidegger, in originele Duitse uitgave. Max Niemeyer Verlag, Tübingen. Het boek kostte 813 Belgische frank. Dat is ongeveer €20,32. Mijn budget toen als student in die tijd, dat was 1000 Belgische frank. €25. Ik heb de rest van de week frieten gegeten met zure haring. Maar goed dan ook, het smaakte. En het boek dat lag op mijn kamer, weet ik nog, op mijn bureau, in mijn studentenkamer, en ik durfde er niet aan te komen. Ik had er zoveel respect voor Heidegger. Ik wilde het niet bezoedelen. Ik dacht, ja, misschien begrijp ik te weinig om te kunnen openslaan en te lezen. Dus ik liet het liggen. Dagen, weken. Ik durfde het niet aan te raken. Maanden. En dan nam ik het plotseling vast. Door de duur. Want door de tijd gaat toch iets in ons bezit komen. En ik sloeg het open en ik begon te lezen. En ik las inderdaad de eerste zin van Sein und Zeit. En ik las het volgende. De genoemde vraag is tegenwoordig in vergetelheid geraakt. De vraag naar betekenis van het zijn moet worden gesteld. En dat is wat we nu gaan doen. Wij gaan samen
De vraag, want dat zegt Heidegger, de vraag naar de betekenis van het zijn moet worden gesteld. We hebben niet veel tijd, want ik heb maar 10 minuten gekregen. Maar we gaan toch een poging doen met z'n allen, eventjes door dat zijn te lopen. Wat bedoelt Heidegger nu met die vraag, wat is het zijn? En ik ga even meenemen, ik ga het eens omdraaien. Bijvoorbeeld als ik dan thuis, ik heb 3 kinderen, 3 pubers, die weten helemaal van niks. Ik probeer die op te voeden en dan zit ik 's avonds aan tafel bij de avondeten. En dan zeg ik tegen de kinderen, oké, ik ga jullie een vraag stellen. Als je het antwoord weet, dan krijg je van mij een zak M&M's. Zo moet ik het altijd doen. M&M's. M&M's, dat is voor ons een soort van ruilhandel in de familie. Oké, dan leg ik de volgende vraag. De vraag is de volgende. Wat is het meest algemene dat je kan denken? Wat is het meest omvattende woord dat je kan verzinnen? Waar alles in vervat zit wat je kan denken? Natuurlijk zijn die M&M's altijd voor mij. Maar wat is het? Het zijn. Het zijn is het meest omvattende wat je kan denken. Alles wat er is, al het voorstelbare, al het werkelijke, al het waarneembare, deelt 1 gemeenschappelijk ding. En wat is het? Dat het is. Dat het er is. Voor mij. Voor jullie ook, hoop ik. Het zijn. Maar wat is dat nu, dat zijn? Dat is natuurlijk een lastige vraag. Wat is het zijn? Want onder die vraag zitten natuurlijk heel veel vragen. Wat is het zijn? Dat is ook de vraag van... ja, van waar komt het zijn? Wat is de oorzaak van het zijn? Of waarvoor is er een zijn? Wat is het doel van het zijn? Of wat is de aard van het zijn? Of nog erger, wat is nu de betekenis van het zijn, het bestaan? Ongelooflijk moeilijke vraag. En Heidegger kon die ook niet beantwoorden. Mag dat een geruststelling voor jullie zijn? Dus wat doen filosofen dan als ze iets niet kunnen beantwoorden? Dan gebruiken ze een list. Dan gaan ze een vraag beantwoorden met een andere vraag, inderdaad. Dus, zegt Heidegger, ja, moeilijke vraag. Maar weet je wat? Wie stelt die vraag eigenlijk? Dat zei echt. En dat is makkelijk te beantwoorden. De mens. Dus, zei Heidegger, wij moeten gaan kijken naar degene die de vraag over het zijn stelt, die het zijn in vraag stelt. En dat is de mens. Wat is nu het zijn van die mens die die vraag stelt? De mens reflecteert over het zijn, zijn eigen zijn en het zijn van de wereld. Als wij zouden kunnen weten wat het zijn is van de mens. Dus Heidegger gaat van de ene vraag naar de andere en zegt, wij moeten weten wat het zijn is van de mens. Dat is nog steeds een moeilijke vraag natuurlijk. Wat is het zijn van de mens? Maar daar had Heidegger wel een antwoord op. Hij zei, er is een ervaring, een hele unieke ervaring, waar de mens in contact komt met dat zijn. Authentiek en zeldzaam. En die ervaring, dat is de ervaring van de angst. In de angst toont zich het zijn aan mij. Het zijn van de wereld en het zijn van mezelf. Angst is een bijzondere emotie. Eigenlijk is elke emotie bijzonder. Daar moet je eens eventjes over nadenken. Want in een emotie wordt ons in 1 alomvattende beweging, ogenblikkelijk, onze relatie met de wereld duidelijk gemaakt. Het emotie geeft ons inzicht wie wij zijn in verhouding tot de wereld, in relatie met de ander, momentaan, onmiddellijk, zonder enige vraagteken. Omdat een emotie het denken vooraf gaat. En in die emotie zie je wie ik ben in relatie tot die wereld. Niet wie ik ben los van de wereld, maar in relatie tot die wereld. Want wie ik ben hangt af van de wereld en wat de wereld is hangt af van mij. Dit is ingewikkeld, begrijp ik. Zal ik even uitleggen met een eenvoudig voorbeeld. Af en toe ga ik reizen. En dan reis ik over de wereld en dan vragen mensen mij, wie ben jij? Dan zeg ik ben een Europeaan. Als jij in Nederland of in Europa reist en men vraagt je in Europa wie ben je en je woont in Nederland, dan zeg je, ik ben een Nederlander. Als je alleen in Nederland reist en je woont bijvoorbeeld in Den Haag en mensen vragen wie ben je, dan zeggen mensen, ik ben een Haagenees. En als je alleen in Den Haag reist en mensen vragen wie ben je, dan zeg je, ik woon in de Schilderswijk. En als je alleen in de Schilderswijk reist en mensen vragen wie ben je, dan zeg je, ja, ik woon in de Krommestraat.
En als je alleen in de Kromme Straat reist en mensen vragen wie je bent, dan zeg je, ja, ik woon op huis nummer 30. En als je alleen in je huis reist en je zit toevallig op toilet, dan raakt je identiteit niet verder dan die van een wc-eend. Wie zijn jullie? Europeaan of wc-eend? Maar in die angst, moet je voorstellen, maken we de omgekeerde beweging. In die angst is die wereld zo ongelooflijk groot geworden. Immens groot, allesomvattend, dat ik plotseling heel klein word. Niets wordt, nietig wordt. In de ervaring van de angst ervaar ik mezelf als klein, nietig. Ook Heidegger maakt het verschil tussen vrees en angst. Vrees is altijd voor iets. Wij zijn bang voor een slang of voor een terrorist of voor een gemeenteambtenaar bijvoorbeeld. In de angst zijn we bang voor niets. Voor niet iets. En daarom zijn we zo bang voor de angst, omdat er niet iets is waarvoor we bang zijn. In de angst wordt mij de betekenisloosheid van de wereld geopenbaard. Ik had er evengoed niet kunnen zijn. De wereld had er evengoed niet kunnen zijn. Ik mag er blij zijn dat ik ben. En er ben. In de angst voel ik mij naakt. En sta ik op die kale werkelijkheid. En dan kijk ik uitzichtloos naar die horizon waar niets zich openbaart. In de angst zie ik alle mogelijkheden die ik zou kunnen uitoefenen, omdat er niets is. Als er niets is, is alles mogelijk. En dat is ook wat wij voelen in de angst. En die mogelijkheid die verplettert mij. In die mogelijkheid voel ik mij zo ongelooflijk absoluut vrij. Kan ik zoveel doen, zelfs mijn eigen dood veroorzaken, dat ik er zo ongelooflijk bang van word. Angst is de toegang tot de vrijheid. En Heidegger heeft mij geleerd dat ik niet bang moet zijn voor de angst. Zijn, wat is dat? Het is mogelijkheid. Heidegger heeft mij geleerd dat het bestaan één grote kans is. En ik ben hem daar eeuwig dankbaar voor. Maar 2 jaar geleden, moet ik zeggen, gebeurde er iets. En plotseling veranderde er iets. Ik was toevallig op een congres en ik zag een collega van mij die ik kende en we geraakten in gesprek en ik was opgewekt en we hadden het over psychiatrie, over filosofie, over Heidegger. We hielden beide van Heidegger en ik was opgewekt. Maar hij was nors, hij was ontevreden. En we spraken over Heidegger. Ik dacht, wat is er toch met u aan de hand? En hij zei, weet je, 2 jaar geleden, een tijdje geleden, zijn er dagboeken gepubliceerd van Martin Heidegger. Schwarze Heften. De persoonlijke dagboeken van Heidegger, geschreven tussen 1931 en 1941. Ik zeg, ja, nu, dat wist ik niet. En dan? Hij zei, mijn collega, het is gewoon heel helder. Martin Heidegger is een aanhanger van het nationaalsocialisme. Hij is een nazi. Ik zei, dat kan niet zijn. Dat is niet waar. Ik geloof niet. Ik werd boos. En ik weet nog, we liepen naar boven. En hij hield mij staan. Hij zei, stop, Damian, stop. Als jij het woord zijn in sein und Zeit vervangt door der Führer, dan ga je sein und Zeit anders beginnen lezen. En ik werd misselijk. Ik begon te walgen. En ik liep naar een boom. Ik steunde tegen die boom. En ik gaf over. Die filosofie was fysiek geworden. En die dag, niet zo lang geleden, stierf Heidegger. En ook zijn vraag naar het zijn. Er kwam wel een andere vraag. Een vraag die ik al eerder had gehoord. En die vraag was de volgende. Hoe is het mogelijk dat met dezelfde vraag de ene beroemd wordt als filosoof en de andere beschuldigd als nazi? Filosofie ligt dicht bij de waanzin. En wat is het verschil? Ligt het aan de genialiteit van de filosoof of de ontvankelijkheid van onze tijd? Tijd. Zijn en tijd. Dank je wel.